Nog over even onwijs gefeliciteerd met het behalen van de finale hier op het EK in Antwerpen. Een 8-0 zegen, monsterscore. Ja, omschrijf deze bizarre overwinning maar. Ja, het was inderdaad een bizarre overwinning. Ik denk dat we gewoon onze kans hebben afgemaakt. En goed samen hebben gespeeld. En ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. En vandaag zat het zeker mee. Tranen bij de Engelse dames. Die hebben de grootste nederlaag ooit geleden in de halve finale van het EK. Dat betekent voor jullie een historisch mooie overwinning ook. Dat was bijna een foutloze wedstrijd. Kan dat, een foutloze wedstrijd spelen? Je maakt altijd wel wat foutjes. Maar, want ze hebben wel volgens mij een corner tegen gehad. Hè? Dat kritisch, maar. Toch heel kritisch. Maar nee, het was gewoon een super gave wedstrijd. En ik denk dat iedereen gewoon zeker een voldoende heeft gehaald. En ja, ik heb je stickers. Iedereen heeft er voldoende gehaald en hoger. En dat is gewoon top. En dan zie je wat dat uit. De grootste zegen in een halve finale op een EK ooit. 8-0 winnen jullie van Engeland. Ja, dat is een mooie statistiek. Dat is zeker een mooie statistiek. Ik ben er blij mee. Hoe kijk jij terug op de wedstrijd? Het was een prachtige overwinning. Zou je hem zelfs foutloos kunnen noemen? Nou, niks is foutloos natuurlijk. Maar ja, ik ben echt hartstikke blij mee hoe we hebben gespeeld. Maar ook hoe effectief we zijn geweest. Ja, geweldig resultaat. De honger naar goals, hè, die bleef ook maar groot. Ja, hoe heb jij dat ervaren in het veld? Hoe gaat het dan, jongens? Van de jongens blijven gaan? Ja, zeker blijven gaan. We hadden als goal elke kwart een goal. En ja, dan staat het 3-0 in rust. Dus dat is al goed. En dan wil je gewoon meteen die 4-0 maken inderdaad. We begonnen een beetje slordig. En gelukkig maken we meteen die 4-0. En dan zie je Engeland kon gewoon niet meer. En dan nemen wij nog een keer gas bij. En dan is dat gewoon genieten. We waren altijd al eigenlijk blij met het spel. Met vlagen natuurlijk. Dus we wisten dat we het konden. We moesten het gewoon 60 minuten doen. En vandaag hebben we het gedaan. En dan zie je gewoon 8-0. Hoe graag was jij nog op jacht in het einde van die slotfase naar die 9-0? Ja, ik kwam in de mogelijkheid om te kunnen scoren en dacht ik, ja, waarom niet? Maar nee, dat lukte net niet. Maar ja, dat zou leuk zijn, maar 8-0 is al fantastisch. Ja, hoe gretig zijn jullie, hè, dit toernooi? Een moeizame start en dan op een gegeven moment, nu gaat het lopen, het gaat vlekkeloos. Ja, hoe gretig zijn jullie nu ook naar die Europese titel? Ja, gretig natuurlijk. Je staat hier om te winnen en je weet van tevoren dat je voor goud gaat. En moeizame start en nu denk ik de pers wel de mond gesnoerd. Na een 8-0 zege in het semifinal. Dus dat is mooi. Tegen Rusland hadden we het goed gedaan, het 14-0. Maar nee, we wilden gewoon heel effectief zijn. En we wisten dat we kansen creëerden. Maar we wilden ze nu gewoon ook afmaken. En dat hebben we echt super goed gedaan. Zondag die finale. Nu eerst nog een anderhalve finale die gespeeld gaat worden. Duitsland tegen Spanje. Ja. Ja, de vraag die dan altijd volgt. Ja, wie heb je dan liever? Maar ga je daar antwoord op geven? Het maakt echt niet uit. Het is cliché natuurlijk. Maar ik denk dat het een hele spannende halve finale wordt. En ja, Duitsland is gewoon een hele tactische ploeg en Spaanse zijn heel technisch. Dus het wordt een leuke strijd en we zien wel vanavond wie het gaat worden. Duitsland of Spanje, die wedstrijd is hierna. Gaan jullie die kijken? Gaan jullie hier in het stadion die wedstrijd kijken? Ja, het eerste kwart misschien, denk ik. Maar daarna gewoon in het hotel. Heb jij voorkeur? Dat hoort er een beetje bij. Als je naar de finale gaat en al de halve finale wordt gespeeld, dan wordt altijd de vraag gesteld, heb je een voorkeur voor een tegenstander? Die wordt inderdaad altijd gesteld, maar ik denk het niet. Tegen Spanje... Ja, willen we eigenlijk nog wat neerzetten en Duitsland is altijd een mooie finale. Ja, is het nog een mooi moment om straks stil te staan bij deze prachtige overwinning? Is er nog iets een reden om het te vieren of stil te staan bij elkaar voor een mooi moment? Nou, vieren niet, want we hebben nog niks. Maar ik denk dat we wel even mogen stilstaan met wat we hebben neergezet vandaag. Daar mag je super trots op zijn. Maar daarna gaat gewoon de knop om. We willen goud.